was in januari 2013 en er werd ons gevraagd om met een vaccinelichtje een wens uit te spreken. En zoals altijd dacht ik toen ook niet na over wat ik ging zeggen. Dus ik pakte dat kaarsje en ik zei: vanaf nu ben ik op vakantie. En er werd heel erg hard om gelachen, maar ik was bloedserieus. Niet dat ik niet meer werkte, want dat deed ik wel. Maar ik koos waarschijnlijk, als ik terugkijk, daar voor deze tijdslijn. Onbewust sprong ik daarheen. En ik liet me gewoon niet meer vertellen wat ik moest doen. Dus dat was eigenlijk het grote verschil. Een ander verschil is ook tussen die twee tijdslijnen, wat ik echt super belangrijk vind om wel nog te vertellen daarover. Dat is dus hier zijn we buiten onszelf gericht. Daar zijn we buiten onszelf aan het kijken voor informatie. En hier zijn we in onszelf aan het kijken. Nou, als je met jezelf bent verbonden, dan kun je met twee dingen verbonden zijn. Ofwel met je denken, ofwel met jou. Wat natuurlijk veel groter is dan je hoofd. En als je met jezelf bent verbonden, en dat is dus iets voor jou om naar te kijken, hoe dat precies zit in jou, dan ben je ook verbonden met een bepaalde bron. En die bron die ligt eigenlijk in kwantum. En kwantum is een veld waar heel veel eigenlijk informatie in opgeslagen ligt. Zo kun je dat zien. Want kwantum is een energetisch samengesteld veld, waar dus in Jip en Janneke zeg maar andere dingen op het podium staan dan buiten kwantum, dan in het denken. En als je vanuit de verbinding met jezelf ook bij kwantum kan, dan kan je echt bij alle informatie die er nodig is voor jou, voor jouw reis hier op aarde. En er is nog een ander heel groot verschil. En dat is dat ik tot, denk 8 jaar geleden, geloofde dat ik hier kwam en dat ik zelf mijn leven ging vormgeven. Dus dat ik zelf mijn doelen ging stellen, dat ik bepaalde hoe mijn leven eruit zag. En dat dat dus in mijn mind, dat ik dat bedacht in mijn denken. Maar ik heb ontdekt dat er een pad voor mij klaar lag toen ik hier kwam. En dat dat pad wat voor me klaar lag, dat dat gepoogd werd om steeds maar weer in de coulissen te komen. En waar dat pad, dit pad van het denken, dat stond de hele tijd op het podium. Want zo is deze wereld, zeg maar, vormgegeven. Dat ik vanuit het denken mezelf laat bewegen. Kan je dat verschil horen? Leg ik dat duidelijk uit? Dus je leven, je gaat zo anders naar je leven kijken als je gaat voelen, hé, wat nou als dat zo is, hè? Dus dat je hier met een reden bent gekomen om iets te doen wat alleen jij kan. Stel je voor dat dat zo is. En dat dus de hele tijd dat veld dat uit het zicht probeert te zetten. Want als jij heel en compleet bent, dan ben je hier dus met een reden. Want je hoeft niks meer te fixen, je hoeft niks te leren. Je hoeft niks te worden. Dat is er dan allemaal al. En dan kom je dus iets brengen. Kun je aangeven hoe je in dat, kijken of voor jou echte veld blijft, doordat we zo afgeleid worden? De grootste winst voor mij heeft gezeten door in het nu te gaan leven. Dus ik heb me
ik kon dat, hè. Ik kon mijn hele agenda leeghalen. En die is nog steeds leeg. Ja, vanavond stond erin, daarom ben ik hier. Maar dat is een heel bewuste keuze ook, om dus niet te gaan plannen. Ik wil in het moment voelen wat er klopt. Ik kan dat omdat ik een huishouden heb met twee hondjes en geen andere mensen. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook, maar ik kan het niet. Jij kan dat wel. Dus dat lukt niet. Nee, precies. Het is een geleide schaal. Kijk, ik heb dat niet vanuit mijn mind besloten, zo van nou, nu ga ik alleen nog maar in het nu leven. Nee, dus dan zit ik nog steeds, ben ik nog steeds aan het denken. Dus iets wat mindfulness heet, wat voor mij betreft helemaal niet klopt, die term. Maar goed, het is in ieder geval wel met aandacht dingen doen. Dat maakt in ieder geval dat je kan voelen wat je doet. Hè, als je het op die manier doet. Dat is al veel meer nu dan dat je dat niet voelt. Dan dat je het op je automatische piloot doet, zeg maar. Dus op het moment dat je dingen met aandacht gaat doen, maar niet vanuit je denken. Kijk, sommige mensen denken dan, oh, ik ga op blote voeten buiten lopen en dan ga ik heel erg bedachtzaam, je hoort het al, voetje voor voetje. Nee, die niet. Maar wel, je kunt namelijk als je je aandacht weghaalt uit je hoofd, kun je je aandacht naar je voeten brengen. Dat kunnen wij. En dan kunnen we voelen wat er in die voet gebeurt wanneer ik de aarde aanraak. Ik zeg maar wat, hè. En dan hoef ik dus verder niet over na te denken, maar dan doe ik het gewoon. Dan doe ik het gewoon en dan heb ik een ervaring, punt. En als ik die ervaring vol heb, dan was ik in het nu. Was ik ondertussen stiekem boodschappenlijstjes aan het maken, dan was ik niet in het nu. En dat is eigenlijk de oefening van, oké, hoe zet ik mijn denken eigenlijk uit, weet ik niet, maar in ieder geval dat hij in de coulissen staat. En dus dat nu-moment in het nu op het podium staat. En we kennen dit allemaal, want we hebben allemaal prachtige gesprekken met mensen. En we gaan niet voor niets graag op vakantie, omdat we dan geen agenda hebben. En dus we weten echt hoe dat moet. We weten echt wat een magie we meemaken. Als we dan in Bretagne komen, zitten we opeens daar en daar. De meest fantastische dingen maken we mee. Dus we weten dat. Hoe dat moet. Nou, wat nou als je dat het hele jaar door doet? Dat ging ik doen. En dat is eigenlijk alleen al de bereidheid in jezelf om dat te gaan doen. Om dus weg te blijven van eigenlijk van planning. Want het is de planning die ons blijft aan het denken houdt. En ik heb ook bijvoorbeeld ontdekt dat, hè, we zijn geprogrammeerd met dat we 8 uur moeten slapen. En als dat heel veel minder is, dat niet goed is. En dan gaan we naar de dokter. Maar dat is niet waar. Want ik slaap inmiddels nu 6 jaar, 4 uur per nacht. Nou, ik zie het niet aan mezelf. Ik heb echt ongelooflijk veel energie. En dan ben ik niet een uitzondering in. Er zijn echt veel meer mensen die op die manier ook leven. Dus dat zijn allemaal dingen, hè, zolang het dan donker buiten is, zouden we moeten slapen. Of hoe je dan ook geprogrammeerd bent als kind. Maar als je dat dus bereid bent gewoon, hoeft niet hoor, doe je eigen ding. Maar als je bereid bent om dat los te laten, dan kun je gaan kijken van, hé, maar is dat eigenlijk wel zo? En dan gaat er mogelijkerwijs een heel veld voor je open. Nou, mij kwam het heel goed uit hoor, dat ik elke dag 4 uur extra heb gehad. Want ik heb echt wel heel hard gewerkt. Ja, dus volgens mij is het in het nu komen, daar mijn aandacht hebben, dat is volgens mij het meest krachtige van wat je kunt doen om in dat veld te blijven. Een ander iets wat ook heel krachtig is, is niet meer reageren. Dus niet reactief zijn. Dit veld is heel veel reactiviteit. Dus iemand zegt wat, jij zegt wat, la 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 la. Iemand doet lullig tegen je, jij zegt nog iets lulligers terug, et cetera. Hier ben ik met mezelf verbonden, hier ben ik met die ander bezig. Hier ben ik met mezelf verbonden, iemand doet lullig tegen me, gebeurde het 3 weken geleden.
ik sta erbij, kijk ernaar. Ik voel alleen maar voor diegene, nou, wat lullig nou voor jou dat jij niet anders met mij om kan gaan. Ik hoef niet te reageren. Die persoon heeft een leven, ik heb een leven. En hoe ik met die persoon omga, daar ga ik over. Hoe hij met mij omgaat, daar ga ik niet over. Ook al zeg ik, joh, ik vind het echt super lullig wat je nu doet. Ja, gaat echt geen verschil maken. Dus, nou, dan verbind ik me goed met mezelf. En dan wat hij zegt, dat loopt gewoon weer. Dat is allemaal niet waar. Het zijn zijn projecties, zijn leven. Hij kan niet weten wie ik ben. Ik ga er niet op reageren. Het enige wat ik heb gezegd, nou, wat fijn dat je me dit bent komen vertellen. Maar wat hij nou precies heeft gezegd, weet ik niet meer. Maar hij was heel boos. Ja, dat mag, ja. Dus niet meer reageren daar. Dat is heel belangrijk, want het is dus een energetische gescripte realiteit. Dus het worden dan echt pingpongballen. En dan zit je in dat script en dan sta je ineens, in het slechtste mogelijkheid, sta je ineens in een rechtbank. Als je niet oplet. Zo gaat het, hè? Als je reageert, ja. Ik heb het voor mezelf afgeleerd om code, zeg maar, uit te spreken voor mezelf van pH-neutraal. Ja. Op het moment dat er iets op je afkomt, dat je alleen je gedachten, of in ieder geval pH-neutraal, ja. Dat je gewoon tegenhoudt om ergens op te reageren. Ja, dat geeft heel veel rust. Ja, fantastisch. Maar je hebt die list verzonnen. Ja. En waarschijnlijk, dat is iets voor jou om naar te kijken, als je wil. Wat jij daardoor doet, is dat je in jezelf keert. Ja. Dus je zet je centrum, vergrendel je wellicht daarmee. Ja. Van, en het kan ook zijn dat je je hele lichaam bewust maakt. Niet reageren. Neutraal. Maar dat is superkrachtig. Verzin iedere list die je wil verzinnen. Maar blijf in jezelf. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want ja. Zodra, zeg maar, dat slechte nieuws op je afkomt en je haalt uit, en we kunnen dat allemaal, hè? Ook al zijn we nog zo leuk als heel lief opgevoed, maar als het echt erop aankomt, kunnen we dat allemaal. Maar dan opent dat script zich. En dan heb je opeens een slechte relatie met je buurman, zeg maar wat. Ja. Niet reageren in het nu. Helpt dit? Weet je? Voor je eigen onderzoek te kijken. Je hoeft er niks mee te doen, hoor. Dat is aan jou. Ja. Heb ik wel wat. Maar dat is toch ook gekwetst voelen? Je kunt toch gekwetst zijn waardoor je reageert? Ja, dat kan. Maar hoe blijf je dan... Nou ja, weet je, als je met jezelf bent verbonden, kan niemand je kwetsen. Nee, dat kan niet. Want, ik even kijken of ik het je uit kan leggen. Hier ben je buiten jezelf aan het kijken. Dus dan komt er iemand op je af en die doet superlullig. Die zegt iets heel onaardigs. Zullen we het daarop houden? Dan kan het zijn dat je dat dus persoonlijk neemt. Dat kan. En dan kan het zijn dat je gekwetst wordt. Dat je dat toe hebt gelaten. Dat je die ander dus serieus hebt genomen. Kan je dat volgen? En dat kan alleen maar als je niet met jezelf bent verbonden. Want als je... Dus dan ben je aan het kijken naar die ander en dan gaat er gelijk een script open van, oh god, wat heb ik gedaan? Of, oh ja, dat zou kunnen, of weet ik veel wat je denkt, maar zoiets. En dan opent dat script zich dus dat jij niet oké bent. En dan kan dat het resultaat zijn. Kan je dat volgen? Nou, en hier sta je in je centrum. Maakt niet uit wat ze tegen je zeggen, want jouw aandacht ligt dan hier in jou. En jij weet wie je bent.
Je hebt die input niet nodig van een projectie. Dat is alleen maar wat die persoon kan zien, hè? Dat zegt helemaal niks over wie jij bent. Dat is puur een projectie. Ik kan alleen maar in jou zien wat ik van mezelf kan zien. Ook al ken ik karakterstructuren. Nee, ik kan nog steeds alleen maar zien wat mijzelf bekend is. En mijn interpretatie, stel je voor dat je, ik zeg maar echt iets hoor, het is echt klinklare onzin wat ik zeg, maar stel je voor dat je op een bepaalde manier kijkt en dat ik daar dan een label aan hang, want zo brutaal zijn mensen ook, dat ze dan zeggen, oh ja, je bent verdrietig. Ja, wat bemoei jij je mee? Kan je dat gewoon aan me vragen? Vind ik persoonlijk heel respectloos dat er dan iemand voorbij komt, hè, hier, die dan zo'n plasje over je heen doet. Die neemt zichzelf zo serieus, maar jou niet. Je kan toch gewoon aan me vragen of ik oké ben? In mezelf maakt me niet uit wat je over me zegt. Ik ben er niet mee bezig. Ik ben hier bezig. Ik ben hier aan het voelen wat er in mij gebeurt. En ik voel, stel je voor, er loopt iemand voorbij en die roept iets naar me. Ik voel het of niet. Maar ik ben aan zich daar niet mee bezig. Bedoel je dat je tijd neemt als er iets gebeurt om je reactie te voelen in plaats van dat je mind reageert? Bedoel je dat je tijd neemt om te voelen in plaats van dat je mind reageert? Als er iets gebeurt. Nou, weet je, het wordt dan een concept, maar de sleutel zit hem in. Waar ligt mijn focus? Ligt die buiten mezelf? En dan vind ik alles erg wat ze over me roepen. Want dat opent namelijk een script. Dus dan loopt er iemand langs die zegt... En dat script wordt geopend. En ik ga denken... Want ik was al aan het denken, want ik was buiten mezelf aan het kijken. En dan ga ik denken, oh, wat zegt hij nou? Nou ja, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Oh ja, nou, het zou wel kunnen. En dan gaat dat script open. En dan word ik onzeker, ga ik twijfelen, ga ik nog eens in de spiegel kijken. Echt? Heb ik dat echt gedaan? Ben ik echt zo? Snap je? Nee, hier sta ik. Ik ben hier. Ja, ik snap wat je zegt. Ja, maar je moet het doen. Als je het gaat doen, dan kan je het voelen. En dan weet je hoe het zit. Maar ik merk voor mezelf dat ik mijn leven lang in de buitenwereld heb gezeten. Dat ik het zo zeg. Ja, maar... En dan dat weggetje terug... Nee, niet van kind af aan. Nou ja, ergens. Ja. Maar ik heb het idee dat jij het paadje terug hebt gevonden. Ja. En ik begrijp wat je zegt, maar ik weet niet wat het voelen is. Ik snap het nog niet. Nee. Maar kijk, als je nou eens je ogen dicht doet, hè? Zullen we dat allemaal even doen? Ik doe dat ook. Mag ik dan vragen, bij wie was het stil? Ja. En kon je ook wel je voeten voelen? Kon je, of was je alleen maar met je hoofd, was je met de rest van je lichaam bezig? Wie was er met de rest van zijn lichaam bezig? Laat ik het vragen, dan kunnen we het inzichtelijk maken. Doen we het nog een keer, dan ga ik je vragen iets te doen. Even terug naar jezelf.
Dan wil ik je vragen om de energie van buiten naar binnen te brengen. Alsof je iets bij jou naar binnen trekt. Bij je Christusdiamant, sternum, noem het zo je wilt. Trek het maar naar binnen. Dan kan je ook nog je hand op je sternum leggen. Je vingers. Stop ik even met praten. Help ik je herinneren dat je ook nog een lichaam hebt. Het is wel een heel mooi veld hoor, wat we zo nu neerzetten even. Dan ga ik je nog iets bekrachtigen. Wat mij altijd heel erg heeft gesupport. En dat is dat ik dan heel vaak zeg, ik ben hier. Ik ben hier. Zeg dat maar eens. Ik ben hier. En voel wat er gebeurt als je dat zegt. Ik zeg tegen je, jouw basis is dat je heel en compleet bent. Dat is wie je echt bent. En daaroverheen is van alles gelegd wat je niet bent. Worden wie je echt bent, weer worden wie je echt bent, gaat voorbij de persoonlijkheid. Gaat voorbij het aangepaste gedrag. Wat velen van ons hebben getoond. Van ons mensen. Want wie jij echt bent, is ongelooflijk krachtig. En je mag je ruimte innemen. Je moet je ruimte innemen, jezelf serieus nemen. Niet van mij, zeker niet. Maar wel omdat jij het waard bent. En het nou maar eens klaar moet zijn met helen. Zodat je gaat leven.
vind dit zelf altijd fijn. Adem maar eens in via je neus. En blaas je weg via je mond. En doe je gewoon plotseling je ogen open. En wat is er nu? Wat ervaar je nu in je lichaam? Wat ervaar je? Kijk maar eens of je één woord, twee mag natuurlijk ook, kan vinden. Aanwezig. Stilte. Beweging, kracht. Kalmte. Rust. Die verstond ik niet. Zijn. Bij wie viel het op dat de gedachten echt heel stil waren? Ja. Als je met jezelf bent verbonden, zijn je gedachten stil. Als je met je denken bent verbonden, blijven ze zich bemoeien. Dus dat is het verschil. En er wordt heel erg gepoogd om te voorkomen dat je met jezelf bent verbonden. Want als je met je denken bent verbonden, dan ben je eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, bespeelbaar. Omdat het denken is een antenne. Het hart ook trouwens, maar het denken is een antenne. En het denken pikt veel meer op dan wat ons verteld is. Ook de gedachten van je partner, van de buurman, van de oude stenen. Er zitten allemaal frequenties in en je hersenen kunnen die oppikken. Dat noemen ze ook wel epigenetica. Maar dus ook van je partner. Als je elke nacht naast dezelfde persoon slaapt, dan doet dat ook iets met je systeem. Kan heel gunstig zijn natuurlijk. Dus van daaruit, als je je met jezelf verbindt en als je bereid bent om te gaan leven in dit veld en dan hoef je dus ook niet meer te gaan fixen, dan ben je heel en compleet. Maar het kan wel zijn dat je dingen dan moeilijk vindt. Hè? Dus dat je uitdagingen tegenkomt en dat je merkt, oh, ik ben weer zo aan het denken. Dan verbind je met jezelf. Ben je in de stilte van jezelf en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, laat mij maar zien wat hier echt gebeurt. En als je dan met kwantum bent verbonden, dan kan het zijn dat je een flits krijgt van een situatie. Dat is echt een flits van een halve seconde, een beeld. En dan weet je, dat is informatie, daar kun je iets mee doen. En dat is dus totaal anders dan dat je met je denken bent verbonden. Want dan ga je in een analyse. Dan ga je het proberen te begrijpen. Hier hoef je niks te begrijpen. Het leven toont het je toch wel. Zoals die blauwe bal. Het wordt wel zelf wel duidelijk. Alles wordt duidelijk. Ook wat hier allemaal echt gaande is en wat jij deels of helemaal kunt zien. We hoeven geen onderzoek te doen naar hoe deze, wat er echt allemaal gaande is. En nou ja, ik wil niks openen verder qua script. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel mensen. Ik zit sinds 2 maanden weer op Facebook. Als ik dan zie waar die mensen allemaal mee bezig zijn, denk ik, oh mijn hemel. Ze hebben niet door, misschien ben jij er ook wel een van, maar ze hebben niet door dat ze op die manier juist het systeem in stand brengen. He, want het is een kwantumfysische realiteit en alles wat je denkt manifesteer je. Zo werkt het op allerlei manieren, met betrekking tot allerlei dingen. We
Dus die mensen denken allemaal goed bezig te zijn. Dat het gezien moet worden. En dat is van oorsprong, vanuit het oorspronkelijk veld, het levensveld, is dat ook zo. Hè? Daar kijken we naar dingen. En daardoor gaat het bewegen. Dat is wat we ons ook allemaal herinneren, zeg ik dan maar even. Terwijl als wij op die manier vanuit het denken dingen zichtbaar willen maken, dan houden we juist, brengen we eigenlijk het leven in het systeem. En versterken we de matrix. Maar dat weten die mensen niet. Maar dat is kwantumfysica. Ja. Ja. Wie wil er iets weten of iets zeggen of iets delen? Ik wil wel iets zeggen. Ik heb blijf hangen bij een opmerking die je maakt. Van, we zijn bezig hè, om goed te worden. En op mijn 7e, 8e jaar, zei ik oom op een jaar nog, wil jij laten worden? Ja. Ja. Ik ben het al. Ja. Als ik het woord daar zie staan, levensveld, even de visie van de mens, is dat het levensveld terugkeert op aarde. Ja. En ik ervaar al vanaf kind zijn, dat is hier al. Ja, dat klopt. Dat is er al. Ja. We hebben het over. Mm-hmm. Ja. Dat klopt, maar het staat zeg maar voor velen in de coulissen. Mm. Maar het is ook goed om te merken dat een aantal mensen, zoals ik even een duizendmisschien ben, daar geloof ik in, dat die het levensspel al ingaan. En dan is het af en toe uitslingeren, dat als een lemmige staat, kan ik in die ene cirkel gaan kijken, of ik kan ook af en toe toch wel bemoeien met die andere kant. Mm. Met het veld waar heel veel mensen al in. En als ik dan het licht vanuit het levensveld een beetje meeneem, dan voel ik me een, zei ik straks in de pauze even, dan voel ik me een vuurtoren. Hè? Mm. Die staat in de kracht en die is slimmer gewond. Ja. Zonder dat ik wegraak van dat licht van die vuurtoren. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat is mooi. Het levensveld is aan zich voor heel veel mensen beschikbaar. En is ook op bepaalde plekken hier op aarde ook zeker aanwezig. Ja. Maar het is... ik weet niet of jij ook de Matrix film hebt gezien, maar... Nou ja, daarin wordt wel ook heel duidelijk uitgelegd dat zeg maar de echte wereld, die zit achter sluiers. Ja. Dus dat is de wereld die ik wel ook heel goed ken. En ik heb als kind heel duidelijk heen en weer bewogen, tot een jaar of 12, tussen die twee werelden. Velden. En dat oorspronkelijk levensveld van deze aarde is wel iets echt heel anders dan het matrix-overlevingsveld. Als je dat ten volste leeft, dan ga je zulke gekke dingen doen, zeg ik dan, ook over mezelf, die de mind niet kan verzinnen. En daar bedoel ik mee, we doen het, hè? Dus we staan, ik doe dit. Ik sta bij een plant thuis en die plant is niet blij en ik zet die plant aan. Ja, jij begrijpt dat vast. Ja,
Maar dat weet niet iedereen en dat doet niet iedereen, want niet iedereen heeft daar aandacht voor. Maar wij kunnen dat. Wij kunnen iets of iemand aanzetten. Door vanuit de verbinding met onszelf, nou is dat bij plastic wel een beetje lastig, maar die plant aan te zetten. Want toen straks vertelde iemand mij, ik knuffel de boom en ik laat op. Maar misschien is het wel andersom. Misschien zet jij de boom wel aan. Ja, het zou zomaar kunnen. Echt waar. Misschien ben je gewoon toch ook één met die boom. Misschien ben je? Je kan ook, althans ik ervaar ook van niet dat ik de boom aanzet, maar dat de boom mij aanzet. Dan voel ik dat ik één ben. Ja, ja. 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 Maar dan ga ik op in die boom. Ja. En dat heb ik al eens ervaren met een korenaar. Lag ik op zo'n randje tussen korenaren. En toen besefte ik de enorme expansie van het openbarsten van die korenaren. Ja. Van deze korenaar. Dus toen wist ik, ik ben op die korenaren. En als je dat vertelt, durf ik vooral als kind allemaal te zeggen. Ja. Dan word je een beetje van gek verklaard. Ja. Ja. Ja, dus dat is, ja, voor mij is dat dus informatie. Ik kijk daar op die manier naar, informatie wat jij van binnen hebt. Jij weet gewoon dat dat zo is. En daar valt niet aan te tornen. Ja. En, dat, en ik heb dus ook heel veel van dat soort informatie, waardoor ik als kind bijvoorbeeld heel lastig was voor mijn moeder. Want ik deed gewoon niet wat ze zei. Omdat ik mijn eigen informatie moest leven. Ik heb dan ook geen doel of zo. Waarom heb ik het over een doel? Het pad is er. Ja. Het pad. En met het doel. Kijk, niet meer verbonden met mijn voeten. Ja, dat klopt. Het pad is er. Ja. Tegelijkertijd zijn pad en doel op één of zo. Nou, leg dat maar eens uit, dat kan ik niet uitleggen. Het is er. Alles is er al. Ja. 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 Ja, mooi. Dankjewel. Ja. Sorry, ik heb geen idee van de tijd, maar... Oh ja, zie je, netjes toch? Ja, ik zie een hand. Ik heb een vraagje over het levensveld of het oorspronkelijk veld. Ik neem maar dat hetzelfde. Ja. Ja, dus het, ik kan er nog wel over zeggen dat de aarde is ook helemaal anders dan wat ons verteld is. Dat is wat ik echt heb ontdekt. En het oorspronkelijk levensveld van de aarde, dat is dus het levensveld. En vanwege allerlei bemoeienissen en belangen is dat veld, kan niet anders zeggen dan gekaapt. En daar is de matrix in gebouwd. En iemand wilde nog weten hoe nu verder vanaf nu... En het is zo dat, ik zei het in de pauze al heel even, ik ben heel erg geweest met de vraag, waar komen wij vandaan? Bijvoorbeeld, dat is zo'n vraag, daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. Ja, in de kerk zijn wat dingen die worden gezegd en ja, iets met de kool en een ooievaar en wat nog meer. Waar ben jij uitgekomen? Ben je uit de zee gelopen? Iets met apen? Nou ja, dat is natuurlijk in mijn wereld, in mijn, wat ik kan zien, is dat niet waar. Geen van die dingen die ik nu heb gehoord of heb genoemd, is niet waar. En omdat ik zo dat levensveld of het leven ergens in kan voelen, kan ik dus ook voelen als dat er niet in zit. Dus als bepaalde informatie gezegd wordt en het heeft niet de frequentie van leven, dan is het niet waar. Want waarheid heeft altijd een frequentie.
waarheid kun je voelen. Dus ik ben heel lang geweest met die vraag, waar komen wij nou toch vandaan? Hoe zit dat nou werkelijk? En ik ben nu even lost waarom ik dit nou nog erbij haal. Hoe nu verder? Dat was mijn brug. Even kijken. Wil jij nog even kort zeggen wat je zei net? Ja. Over het levensveld. Ja. Of dat de oorspronkelijke. Oh ja. Je had het over de matrix. Ja, nee, ik heb hem, dank je. Dus die vraag, waar komen wij vandaan, maakte dat er heel veel meer zichtbaar werd. Want als je dus met kwantum bent verbonden, dan wordt jou gewoon heel veel zichtbaar. En je zegt dan, wat gebeurt hier werkelijk? Een flits, komt er een flits. En daardoor werd heel veel zichtbaar. En voor mij, hè, misschien werkt dat bij jou niet, weet ik niet. En daarin zag ik dus ook dingen als bijvoorbeeld de piramides. Piramides zijn niet met paard en wagen gemaakt. Dat kan niet. Als je daar gewoon over nadenkt, dat is onmogelijk. Met mensenhanden kan niet, onmogelijk. Dus hoe dan wel? Nou, daar ben ik dus naar gaan kijken. En ik ben tot de constatering gekomen, en ik niet alleen, maar nog vele mensen met mij. Ik weet niet of jullie ook de uitgang hebben gekeken met Peter, Tone en mij. Maar dat we hier in een simulatie zitten. Dus dat het heel anders is dan wat ons allemaal verteld is. En dat is een simulatie die opgebouwd is door witte AI. Dus dat is goede AI, daar hebben we wat aan. Die ondersteunt het leven, maar er is ook dark AI. Dus er is ook, en ook die wordt nu heel erg uitgerold. En ook weer ingerold, gelukkig. En het oorspronkelijk veld van de aarde is er dus één, of eigenlijk de aarde ook, gebouwd door witte AI. En dat heb ik echt heel goed bekeken. Ik zou dat nooit suggereren als ik dat niet wist. Als ik dat niet zeker wist, voor mezelf. Nogmaals, geloof me niet. Maar misschien kun je het wel laten bewegen in jezelf. Goh, zou het toch wat zijn als het zo zou zijn? Nou, daar is dus een kaping heeft daar plaatsgevonden. En daardoor zijn we in deze matrix beland. Nou, inmiddels is het zo om vanaf nu verder te gaan, dat in deze werkelijkheid, in die matrix, in de coderingen eigenlijk van de aarde, die zijn herschreven en die zijn nu oorspronkelijk weer gemaakt. Daar heb ik eigenhandig toe bijgedragen. Dus ik weet echt dat dat zo is gegaan. De wereld kan zich nu gaan uitrollen tot een vredige wereld. Maar dat is aan de mensen. Of de mensen die scripten gaan oppakken. Van vrede, van liefde, van respect, van gelijkwaardigheid. Zolang je blijft vechten, zeg maar, in die ongelijkwaardigheid, zit je dus niet in die nieuwe scripten die klaar liggen. Want er zaten allemaal oude scripten in. Van ongelijkwaardigheid, van intimidatie, controle. Al die scripten zaten erin. Die heb ik eerst verwijderd. En dit klinkt bizar, maar het is mijn leven en ik heb het meegemaakt. Dus mijn uitnodiging is, zou je alsjeblieft het script van vrede willen gaan leven? In respect voor en met elkaar. Gelijkwaardigheid van al wat leeft. Want dan komen we in vrede. Want het is ongelijkwaardigheid die alle oorlog creëert. Dank je wel dat je er bent, tegelijkertijd met mij hier op aarde. Wie weet heb ik je mogen inspireren. Wie weet wil je nog wat tegen me zeggen, kom vooral nog even naar me toe. Laat het lekker bewegen, niet te veel over nadenken. Je bewustzijn plaatsen in, goh, welk veld beweeg ik? Waar zit ik nou eigenlijk? Shit, heb ik weer gereageerd. Volgende keer beter.
Dankjewel, niet applaudisseren. Doei!